Pim de la Parra, de godfather van de minimal movie, is gestopt met filmen. In het voorjaar is de La Parra voor een kort bezoekje in Nederland en blikt met ons terug op zijn filmcarrière. Extravaganza is een van de minimal movies die nooit is uitgebracht. 9 jaar geleden heeft een movie-redactrice een making-of over deze film gemaakt. Samen bekijken ze de beelden uit het verre verleden. Ik weet nooit goed hoe dat... Oké, dan stap ik het weer. Want ik weet nooit goed... Gewoon play. Oh ja. En wat are you doing in this film? Ik speel mee. Ik speel een rol. En wat voor soort rolletje? The maid of Dick and also Home Slice, the character who reads Andy Warhol quotes. Een of andere Italiaanse gangster moet ik spelen, mafioso. De hoofdrol, zullen we zeggen. I'm going to put him to sleep. It's my bedtime story. Pim die vond het blijkbaar een goed idee als er ook een Rus hier mee zou doen. Точно, фактический прицел. А Пим стреляет вот так. Ja, de ex-vrouw die 8 jaar geleden in Tokio getrouwd is met Dick, de hoofdpersoon. En die lul heeft me verlaten. Dat is eigenlijk zo'n butterfly-thema. En ik wacht op hem. Hij komt niet terug. Dus na 8 jaar heb ik zoiets van, ik reis hem achterna. En door middel van de computer waar hij een oude foto van, een trouwfoto van ons heeft, kom ik in de film. Dat heb ik bedacht. We don't... We will discover the story that I tell. I told this story about this man that when all the people are gone and he's at last alone, he goes to his computer and he starts to type something. You see that he said he can't face being alone. Or he plays something, but at a certain moment that goes too far. He wants to go outside because he cannot stand being present to himself, alone. And then he goes outside through the door and then we're outside. And this you will see only 3 times. He comes outside at night and he runs in and we see water. We see it air, we see the sky, we see the some tree. And then he comes there. She said. But then all of a sudden it's too much for him. Because, you know, nature, it's too much. Too much for him. Als ik mezelf zo zie, ik maak toch, ja, ik kijk naar die gek daar, maar ja, maar jeugdsentiment, dat is iets van, hoe lang nu, dit is dan precies iets van bijna, dit is 1991, december 91 of oktober 91, dus dat is al 7,5 jaar geleden. Ja, die film is nooit uitgebracht. He, Ali, dus, er is nog steeds, je wil die film nog uitbrengen. Je bent daar iets begonnen, je hebt mensen gevraagd om mee te doen, ze hebben geparticipeerd. Maar je hebt die film nog helemaal niet eens vertoningsgereed kunnen maken, omdat het geldje ontbrak. En hij ligt nou ergens in kluizen. En dus al deze mensen die hebben meegewerkt, gaan eens nog een keer een cadeautje krijgen. Want zolang ik zal leven, zal ik toch me ervoor beijveren om al die minimal movies die niet zijn afgewerkt, af te werken, hoe dan ook. Wat doe ik hier? Dat is de vraag 1 zeker. Wat ik hier doe is geluid opnemen voor een film waarvan ik het scenario niet ken. Maar dat is niet belangrijk. Het is wel gezellig hier. En toen had ik geen werk, dat was vorige week. En toen belde ik Nina op, joh, weet jij niet iets of zo? En, want ik wil wel wat doen, ik kan niet zomaar zonder iets doen. Dus ik zei, nou, bel Pim even op, want die heeft misschien wel iets te doen. En ik denk, nou, goed, dan... Misschien kan ik runner worden of zo, hè? Iets dergelijks, weet ik veel. Want ik heb nooit met film gewerkt, wel bij toneel en zo. Ik zeg, ja, maar je moet productieleiding doen. Ik zeg, hè? Wat zegt u? Dat is echt te gek. Hoe lang doe je dit al? En waarom? Ik doe al 10 jaar geluid. Of ik het leuk vind met Pim? Nou, Pim... Op zich vind ik het zo leuk, zoals dat gaat. Dat mensen dus... Gewoon als we Pim hebben gesproken, iemand zegt van, moet ik nou daarmee niet betaald, niks. En Pim zegt 1 woord en iedereen is van, leuk, doen we. Pim is een innemende man en die heeft mij gewoon verleid tot weer een, om mee te doen. Het is wat vaag, dat vind ik er aan de ene kant wel erg leuk van.
Over het algemeen wordt er niet gefilmd zonder een planning en zonder een scenario. En hier wordt hoofdzakelijk gefilmd geen planning, geen scenario. Ja, als je een scenario gaat schrijven en je gaat geweldige dingen bedenken, dan heb je een prachtig scenario geschreven, maar dan kan je het niet gaan realiseren omdat je helaas het geld er niet voor hebt. Dan zeg je, nou, deze prachtige film begint op een donderdagmiddag om 3 uur voor de deur van de Bijenkorf. Uit Krasnapolski komt een roze gespikkelde olifant en vanaf de top van het monument op de Dam springt Harry Mulisch omlaag op, ik verzin maar wat. Dat is prachtig, hè? En dan kan het, maar kan je het organiseren? Ik overdrijf dan even. Dus minimal movies wil zeggen, je gaat geen dingen bedenken die je niet gaat kunnen doen. Dus om zo weinig mogelijk te bedenken, omdat je nooit gaat weten of je dat wat je wilt doen, een filmpje maken met deze mensen, ja, dan ga je gewoon improviseren. En de camera, hoe wist hij wat hij moest doen? En het licht? Nou ja. Dat het intelligente personen waren die daarachter stonden, toch? Action! Een minimal movie is, je maakt je eigen film. Dat is de essentie van een minimal movie. Niet dat lage budget, het is gewoon, je gaat je eigen film maken. Je gaat niet eerst een subsidie aanvragen om een scenario uit te werken en dan je energie laten verliezen. Nee, je zegt, dit kunnen we maken nu, we hebben de mensen ervoor, kom, let's do it. Ik maak mijn verhaal, jij maakt jouw verhaal. En dan ga je het maken en als je het hebt gemaakt, boem, 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 met die mensen die... En dan ga je een subsidie aanvragen. En talrijke mensen die aan die films hadden meegewerkt, hebben de truc begrepen. En hebben dus gezien, hé, wij gaan ook ons snel formeren, we gaan geen tijd verliezen hier. We gaan ons filmpje maken en daar vragen we subsidie aan. Dus, en ook die anderen die een beetje hadden geroken aan hoe het ook efficiënter kan, die veel jongeren, gingen toen subsidies aanvragen. En het Nederlands Fonds voor de Film werd overstelpt. Met subsidieaanvragen, dat hebben ze nooit zo bekendgemaakt, maar dat kan je gewoon wel zien. Dus ze dachten toen, dit komt allemaal door die parada met die minimal movies, dat stop hem! Wel grappig om te zien hoe ik me daar zo aan het aanstellen ben. En vooral zie ik ook mijn angst. Omdat ik daar dan eindelijk met deze mensen bijeen ben, maar er is zoveel niet. Er is zoveel niet. En we hadden dus bijvoorbeeld ook geen... we hadden ook, nou ja goed, ik kon die studio van Stan Schram krijgen in die 3 dagen. It looks like chaos now and tomorrow it will look like more of a chaos. But basically we should be all... spending our practically the whole days here, and you will find your ways to the toilets and so, but that's it. Let's go back upstairs. Help me! Eten, hey, help me! Eten! De eten betaal je nooit, want je krijgt het gratis van slagers. Je hebt nooit 1 cent, maar je zorgt dat je iemand hebt die weet waar hij... eten vandaan kan halen. Je kan altijd eten vandaan halen voor een... Het is jammer dat de mensen die aan deze film hebben meegewerkt, de groenteboeren en de slagers en zo, dat ze nooit meer wat van die film hebben gehoord. Ik moet even dit beantwoorden. Hallo? 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 Wat betekent dat? Tiet? Hallo, hallo?